Het Magic Circus is een, zoals ik al zei, een stadscircus. Een circus op stadsniveau dat naar alle hoeken en gaten van de diverse steden in Nederland gaat. Met name in de Randstad. Met een vernieuwend en theatraal circusprogramma. We hebben heel veel magic, zoals de naam al zegt. En we zijn er erg trots op. De Nederlands kampioen goochelen, Joffrey. Die een heleboel doet in de voorstelling. Maar daarnaast hebben we natuurlijk ook spannende dames die hoog in de lucht van de tent zwieren. We hebben handstandacrobaten uit Oostenrijk. We hebben de allersterkste vrouw ter wereld, Andrea Andreotti, die ook vuur vreet en andere dingen doet. En dat is echt een circus als een videoclip, snel, met een heleboel verschillende dingen erin. Er werken totaal 20 mensen bij het circus, maar niet allemaal in de piste natuurlijk. Want we hebben ook mensen nou die het licht en geluid doen, die de vrachtauto's rijden, die de techniek beheersen. In de piste zie je ongeveer 10 artiesten. Het is een soort passie die ik van jongs af aan al heb. Ik kom niet uit een echte circusfamilie, maar van jongs af aan als kind had ik al die passie van, nou, een circus is leuk. En ik ben van mening dat je altijd moet proberen in het leven om je hart te volgen, om je passies uit te leven. Ja, ik ben eigenlijk mentalist, dus ik probeer in de hoofden van mensen te kijken. En vaak lukt dat ook, om te kijken wat mensen denken, wat mensen willen, wat mensen voelen. Daar voorspel ik bepaalde dingen over tijdens een voorstelling. Mensen die ik nog nooit gezien heb, nog nooit ontmoet heb. En daar kan ik toch bepaalde dingen over vertellen die meestal wel kloppen, tot grote schrik van heel veel mensen. En wat kunt u dan over mij vertellen? Dat kan ik helaas nu niet vertellen op camera. We worden met name bezocht door een leeftijdsgroep tussen de 30 en de 50. Ouders met kinderen die bewust kiezen voor een goede opvoeding van de kinderen. Dus die zeggen, nou, we willen samen met de kinderen iets ondernemen. En daar is een circus natuurlijk heel geschikt voor, want het is niet alleen leuk voor kinderen. Het is ook vooral leuk voor oudere mensen. We hebben altijd een paar lagen in de voorstelling zitten. Als je jong bent, dan zie je die laag misschien niet die er ook nog in zit. En als je ouder bent, zie je die wel. Met andere woorden, is voor iedereen wel wat te vinden in de voorstelling. En hoe lang blijven jullie nog in Amstelveen? Tot en met aanstaande maandag, tweede paasdag. En dan gaan we naar Amsterdam.